Hallo iedereen. Ik wil zeggen welkom bij Vlogmas, maar ik moet geen Vlogmas meer filmen. Vlogmas is voorbij, want mijn water is gebroken. Mijn water is zo net gebroken. Spannend. Spannend. Nu ben ik wel ineens echt heel zenuwachtig, maar ik heb nog geen ween of zo. Ik heb wel zo'n maandstonde krampen, maar niks fel. Dat is stilte voor de storm, denk ik. Nu denk ik zo, oh, is het dit? Zo snap je? Omdat ik zo wel zo wat, ik heb wel kou, wat krampen heb, maar niet niks fel of zo. Maar ja, het is, hoe laat is het trouwens? Het is 1:15. Nou, 10 voor. En we sliepen eigenlijk net. En het is de 13e december. 13 was nu een datum die ik niet heel graag wou bevallen, maar oké. What you gonna do? Wel beter, kom, we gaan naar boven. Wel beter dan dan de 25e op kerst of zo. Dus dan ben ik wel blij dat het tussen Sinterklaas en Kerstmis gaat komen. Kom, Milky. Wat is dat allemaal, hè? Niels heeft de koffer gemaakt, de koffers van elkaar. Ja, ik denk dat nog allemaal tandpasta en zo. Ja, dat moet ook. Doe dat er allemaal in. Ik heb gelegd een handdoek, maar ik zal even tonen. Ik weet niet of jullie het zien. Maar mijn water is dus gebroken. En as we speak. Wat blieft? Heb je hem? As we speak loopt mijn water nog. Maar ja, dat is normaal. Ik heb wel zo'n kraanverband in gedaan. Ik heb gebeld naar het ziekenhuis. We gaan nog. Wat? Ik heb al een tandenborstel, schat. Erin. Dus ik moet dat niet, dank u. Ik had dus gebeld. En ze zeiden van dat ik nog wel even thuis kon blijven, want ik verlies geen bloed of zo. De baby beweegt nog trouwens, as we speak. Ik krijg wel meer en meer harde buiken. Dus alles zal wel op gang komen. Ik ga nog proberen toch om even nog te liggen. Want ja, het is 1:00 s'nachts en als we hele nacht door moeten en hele dag, dan ga ik stik kapot zijn. Maar ja, oké. Hoort erbij. We're getting a baby. Een echte. Oh, nu is het echt, echt. Het is echt zot. Hier heb ik zeker drie weken al over lopen zagen van wanneer komt die nu? En nou is de time, hè. Ons kleintje komt eraan. Misschien het laatste shot met de buik. Onze kleine baby is coming. En ik ga jullie proberen zoveel mogelijk mee te nemen. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, als het niet gaat, als ik geen zin heb om te vloggen, als ik te veel pijn heb, als weet ik veel, dan is het ook zo. Dus we zullen zien. Oké, ik weet niet of jullie mij zien. Oh, even de lampje hier zetten. Het is ondertussen 1:15. En maar ik zie er zo raar uit. Ja, ik heb concealer opgedaan. En nu zie ik er zo bleek uit. Maar mijn weeën zijn begonnen. Per nu in het laatste uur 4 getimed. Maar ik heb er wel wat meer gehad, 5 of 6. En er zit nu ongeveer 7 minuten gemiddeld tussen elke wee. En elke wee geduurt gemiddeld 1 minuut en 2 seconden. Oh, ik denk dat ik er nog één ga hebben. Ik
Ja, mijn fan ligt hier bij mij. Niels is aan het douchen. En als Niels klaar is met douchen, dan ga ik mij even douchen. En dan gaan we wel stilkens vertrekken naar het ziekenhuis. Want, nou, ik weet niet of jullie het zien. Dat is nu de stand van de weeën. Oké, ik ga er nog een krijgen. Tjokkes. Oké, het is ondertussen. Hoe laat is het eigenlijk? 3 uur. Oké, het is 3 uur. Nu kan ik mijn croque-monsieur maken. Ja, Niels gaat. Oh, mijn bos. Niels gaat croque-monsieur maken. Ik heb mij een beetje geschminkt, mascara opgedaan. Call me crazy, maar dat ging, dus ik heb nu gemiddeld om de 4,5 minuut een wee, maar tot nu toe vallen ze eigenlijk wel nog goed mee. Voelt niet goed, maar het is ook niet zo pijnlijk, dus het valt wel goed mee. En ik ga even wat Rice Krispies eten. Dat is echt zo raar, hè? Jij zit kroks aan het maken. En ik ga nog Rice Krispies eten. Ik zit op mijn bal. Op Celine bal eigenlijk. Mijn vochtverlies is zo goed als gedaan. Ik heb nu zo'n kraamverband aan en dat kan dat tegenhouden, dus voilà. Ik ga eten. En dan denk ik dat we daarna stilletjes aan gaan vertrekken naar het ziekenhuis. Oké, Niels is zijn kraksjes aan het eten. En we zijn nog Friends aan het kijken. Waiting, hè? Waiting, maar tot nu toe, als het zo gaat. Maar ja, ik weet natuurlijk niet hoeveel ontsluiting ik heb en zo. Misschien is het nu 1 centimeter. Denk je dat? Ja. Ja, 1 toch hopelijk, hè? Want anders zou het nog wel lang afzien worden. Nou ja, zullen we zien. Alright, we gaan vertrekken naar het ziekenhuis. Het is 4:10. Jij. We hebben alles, de katjes hebben alles. Are you ready, daddy? Yes. Yes. He's ready. Okay, see you at the hospital. Okay, we zijn in het ziekenhuis. In de bevalkamer. Hier gaan we blijven totdat ik moet bevallen. We hebben net onze COVID-wissers gehad. Mijn vliezen zijn duidelijk gebroken. Maar moet nog wel zo wat op gang komen. Ik had nu nog maar een centimeter opening. Dus dat is niet veel. Maar ja, oké, ik heb ook nu wel even niet zoveel last. Dus Sabakkes, nu heb ik wel weer pijn. Ja. Niels gaat even de dingen voor de hospitalisatieverzekering in orde maken. En nu heb ik wel pijn. Nou, ik moest veel bewegen, dus ik zit op de bal. Oh, ik moet naar het toilet, denk ik. Oké, ik ga even afsluiten. Hij is er nog van aan het genieten, nu het nog kan. Hier is mijn bedje. Maar ik ben aan het bewegen, hè. Om het beter op gang te krijgen. Ik kan dansen, hè. Zal ik u het eerst kunnen opzetten? Ja, is goed. Ik heb een Google Chrome bij.
Wat? Echt? Ja, als we hier nog 3 dagen zitten. Zitten het nummerke dingen de Konyo. Konyo. Pom, pom, pom. Het zijn trouwens momenteel, ik weet niet of ik dat mag filmen, want dat is waarschijnlijk geheime info, maar er zijn 3 vrouwen nog aan het bevallen. Buiten ons. Ja, sorry als de camera shakes. Maar ik ben aan het bewegen. Hè. Tum, 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 tum. Kon joh. Het gaat nog veel te goed eigenlijk. Hè. Kom maar uit je kooi. Ik voel me nog veel te goed. Dus, kom aan, hè. Kom aan, baby. Kom. Doe me wat meer pijn. Zei die mevrouw nu dat je toch een buikje had? Ja, dat ik toch een goed buikje had. En toen ze voelden, zei ze toch 3,1 kilo, schatten ze. Als het juist is, dan mag ze van mij meedrinken van onze baby champagne. Van onze baby champagne. Maar ja, die zal dan wel weg zijn, hè. Die doet een nacht, dus die zal wel om 6 klaar zijn of zo. Ik weet niet hoe dat werkt in een ziekenhuis. Dat is trouwens wel een hele lieve. Ja. Kelly noemde ze, denk ik. Ja, maar Celine zei wel dat de meesten wel heel lief zijn hier. Ja, dat is wel fijn. Ja, je hebt overal altijd een betantrek. Ja, dat is waar. Maar ik zie er trouwens vies moe uit. Daar gaat hem strak links, dat die weegs gaan. Ja, dat is echt. Daar. Hier in deze kamer ga ik gewoon ook bevallen, hè. Dus dat is wel zat. En daarna gaan we pas naar onze kamer. Dus hier gaat hem gewogen worden. Maar zijn mutsje ligt ook al klaar. En zijn navelklemmetje. En zijn pamperke. Cute! Deze hier gaat omhoog als je wee krijgt. Hè. Dat is de zwarte lijn. Ik heb ondertussen, hoe laat is het? 8 uur. Ik heb ondertussen een weeënopwekker gekregen. Om mijn weeën verder te laten doorkomen, want ze komen niet fel genoeg momenteel. Mm. En daarna kunnen ze denk ik nog eens zien wat we gaan doen. Allee, hoeveel openingen en zo. Dus het is wachten. Ik ben vooral heel moe nu. Ja, we hebben eigenlijk niet geslapen. Ja, een uurtje misschien. Maar de rest niks. Dus, ja, je kunt in dat bad gaan liggen inderdaad en slapen. Maar ja, ik ben vooral heel moe. Dus ik hoop dat het snel op gang komt. En dat de babyboy zich snel aanmeldt. Hè. Zullen we het zien? Niels heeft een ontbijt gekregen. Nee. Oh, oh nee, ik ga hem weer krijgen. Zo is het hier, hè? Ja. Ja. Tot hier bij de pak. Ja. Goed. Tot hier. Ondertussen is het
bijna half 1 al. Kwart na 12, ja. Ja, we waren 12 uur bezig. En zoals je wel kunt zien, aan mijn hoofd is het al heavy geweest, denk ik net. Ik denk niet dat we nog iets hebben gebracht, hè. Denk het niet. Nee, dus het is wel echt... pittig geweest. En dan heb ik nu epiduralen gekregen. Maar ja, hij werkt niet top nog niet. Dus we zijn aan het zien of ze zelfs nog de anesthesist opnieuw gaan bellen of niet. Want door de epiduralen waren mijn weeën even gestopt. Dus hebben ze terug die weeënbooster moeten opstarten. En nu ga ik het wel terug voelen normaal. We zullen zien, hè. Voorlopig, ja. Ik heb nog maar 4 centimeter nog altijd. Dus, dat is nog niet veel. Nog 60 jaar. Kan snel gaan, hè. Ja, het kan snel gaan natuurlijk als de epiduraal goed werkt. En ze kunnen de weeën goed pushen. Maar, we zullen zien hoe het gaat. Update, het is al ver. 10 centimeter. Ja, we gaan alleen nog even kijken of er nog een sterrenkijker ligt. Waarschijnlijk wel, vrees ik. Nou, die kans zit erin, dat hadden we bij de gynaecologen. Ja. Maar ja, oké. Okay. Hey, oh, ik heb handen en knieën, maar ik vraag me af hoe ik dat ga doen, want mijn rechterbeen slaapt gewoon wel. Dat komt wel goed. Ja, oké. Okay. Dus ik weet niet als we nog iets gaan filmen en anders zien we jullie als een baby er is. Ja, spannend. De kontraden, kontraden. Echt? Heel goed, heel donker, wel donker haartjes. Ja, sorry, ja, maar hier staat niet. Fantastisch. Doe maar door, doe maar door. Mijn vinger weg. Denk eraan dat mijn vinger op mijn tanden is. Prachtig. Heel goed. Wel, hey. Nou, we zijn klaar ineens. Super. Ik heb het beter, hè. Mooi. Heb je de rare goede uitvinding? Oh, top. Ik had zoveel pijn dat ik deze middag en ik dacht echt maar chapeau voor de vrouwen die het zo doen. Maar ja, je kan op verschillende manieren eraan beginnen, hè? Dat is ook anders natuurlijk. Ja. Als je binnenkomt met 5 centimeter, dan ga je doen. Ik ben binnengekomen met 1. Daarom? Weet je wat? Je bent nu uitgerust. Ja. Dat is ook heel belangrijk en heel fijn. Ja. Ja, dus dan heb je stik moe. Nee joh, duwen alsof je naar het toilet moet. Ja, ze duwt heel goed. Ze hebben een extra stootje in de Ah, kijk eens. Brava. Hallo. Jij bent hard aan het werk, hè? Ja. Ik zie het. Doorduwen. Alles wat ik heb. Duw maar. Duw door. Nog harder. Blijven duwen. Nog harder. Ga door. Kom aan. Niet stoppen. Doorduwen. Duw maar een vinger weg. Duw maar door. Door. Nog harder. Nog een stootje bij. Daar zijn we daar. Kom op bij, jongen. We zien het zo schuiven. Ja, maar. Ga door. Door. Nu gaat door. Nu gaat door. Door. Kom aan. Nog harder. Nog een stootje. Nog een stootje. Kom aan. Duw daar eruit. Duw door. Kom aan. Kom aan. Doorduwen. Kijk eens wie daar is, Pak hem maar. Hartstikke goed. Prachtig gedaan. Dank je. Half vier. 2 minuten na half vier. Ja, kijk eens.
Waar ben je nou terechtgekomen? Ja, de oogjes maar open. Kijk maar eens. Ja, dat is ook zo. We gaan nog even doen dat jullie kerel ook niet gaat noemen. Nog. En nog iets. En nog iets. Nog een kracht. En nog iets. Ja. Een kratje van drie. Super. Prima. De eerste punten zijn ook al. Ja. Nog. Mooi. Wat een mooi kleurtje. Hé, schat. Ja. Hey, schat. Dank u wel allemaal. Ja, gedaan. Wat een team. Je hebt prachtig gedaan, hoor. Hé, schat. Goed gewerkt. Zet hem maar op fotootje. Hallo iedereen. Het is ondertussen... Hoe laat is het? 8 uur. Het lijkt echt 11. Dus ja, het lijkt echt 11 uur voor ons. Niels ligt daar. dus ja, dus een paar uren later nadat ons klein schatje is geboren. Ik ga hem even niet filmen, want hij ligt milkdrunk tegen mijn boep. Maar ik zal hem sowieso zelfs te goed even laten zien. Alles is eigenlijk wel vlot verlopen. Ik weet niet meer wat ik heb gefilmd. Maar we gaan sowieso wel een mijn bevallingsverhaal ga ik sowieso wel filmen. Maar alles is heel goed gegaan. Het persen ging heel goed. De epidurale was zalig. Alleen de weeën waren wel heel fel. Maar eens dat ik epidurale had, was het top. Ja, familie kijken of wat. We zijn nu een uurtje en een half of twee uurtjes op de kamer, denk ik. En Nox heeft al onze baby, ons zoontje noemt trouwens Nox, mangelschots. Jullie zullen dat sowieso wel al hebben gezien op Instagram. Maar hij noemt Nox. En we hebben... Ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was. Hij heeft al goed kakken gedaan. Hij heeft nu voor de tweede keer gegeten, maar hij valt heel tijd in slaap. Dus ik heb het gevoel dat hij niet heel veel honger heeft, ook niet. Dus we hebben hem even gewoon liggen tegen mij. En hij is gewoon zo... Zo mooi en zo... Lief en... Zo flink ook tot nu toe. Echt niet normaal. Hij heeft nog niet geweend, niks. Hij is echt zo flink. En het is juist de papa, vind ik. Ik ben alleen echt kapot. Ik weet zelfs op het moment niet hoe ik mijn ogen open hou. Hoe ik het doe. Echt moe. We waren natuurlijk wakker van 12:30 deze nacht, dus we hebben letterlijk maar een uurtje geslapen. En dan waren we al wakker. En zijn we de hele tijd wakker geweest. Baby. All for you, hè. Maar als ze hem nu wat gegeten heeft, ik ga het zelfs nog eens proberen als ze hem nog wat wil eten. Dan zou we hem 2 of 3 uur moeten slapen. Maar tot nu toe is het gewoon echt genieten met ons dropje. En met mij gaat alles goed. Ik heb 2 draadjes gekregen, denk ik nu, binnenin. Er was 1 scheurtje en dan van boven een heel klein scheurtje ook. Maar echt minimaal. Maar oké, ze hebben dat dan wel genaaid. Maar voor de rest, top. En ja, ik ben gewoon aan de wolken tot nu toe. Dus hopelijk blijft dat zo natuurlijk. Maar we zullen jullie sowieso up-to-date houden. Ik zal jullie zelfs nog even Nox te goed laten zien. En dan daarna ga ik de vlog afsluiten. Want ja, dan ga ik denk ik nog wel... van de kraamperiode filmen de komende dagen apart voor een aparte video.
Oké, dat was onze kleine naksnag. Met zeker een leuke comment achter. Ja, gewoon. Doe thumbs up voor deze video. En dan zien we jullie snel weer. Dag babe. Dag Noxie. Dag iedereen.